af en toe, weet je, ideeën zijn leuk. Creatief zijn is ook heel erg leuk. Maar ja, het is eigenlijk te gek voor woorden eigenlijk, als je heel eerlijk bent over wat we eigenlijk hebben besloten om te gaan doen. Wij hebben eigenlijk 1,5 jaar geleden besloten van, nou, we bestaan dan 10 jaar. Laten we die mogelijkheid aangrijpen om de afgelopen 10 jaar te, ja, uiteen te zetten. Ja, en hoe gaan we dat doen dan? Ja, er moet eigenlijk wel een boek komen. Ja, er moet eigenlijk ook een DVD komen, want ja, ik bedoel, dat is toch wel hè, de tijd ervoor. Maar ja, weet je, qua muziek, ja, moet er natuurlijk ook een CD komen. Ja, oké, maar dan heb je die 3 dingen, wat dan? Ja, dat moet natuurlijk ook gepresenteerd worden. Ja, weet je, doen we gewoon gelijk, maken er gelijk een festival van. Kijk, 1,5 jaar geleden, toen we dat hadden besloten, hadden we iets van, ja, oké, dat, ja, volgens mij moet dat wel kunnen. Het gaat ook allemaal wel lukken, zoals het er nu uitziet, maar het is gewoon echt enorm veel werk. Ja. En we hebben dan besloten om dan inderdaad op 19 september in de Watt in Rotterdam, om daar... ja, omdat ik ook vind dat ik dat ook even benadruk. Het is een Rotterdam, omdat ik vind Rotterdam de hiphophoofdstad van Nederland. Ja, een hele hoop mensen die gewoon zeggen, ja, we lopen naar stom te ouwe hoeren. Maar dat vind ik echt serieus. Als je kijkt naar het aantal hiphopartiesten die daar vandaan komt, de hele geschiedenis qua alle hiphop elementen en zo. Ja, en Rotterdam had geen hiphopfestival, wat jaarlijks terugkerend was, zeg maar. Mm-hmm. Ik liep heel lang rond met het idee van, ja, er moet gewoon een hiphopfestival in Rotterdam komen. Dus we gaan nu 19 september gaan we in ieder geval het Smoothwerk Festival daar doen. En daar gaat de DVD, de documentaire sowieso in première. Het begint al 3:30 middags al. Ja. Dan gaat die film in première in de grote zaal. Dus kunnen gewoon echt duizend man kunnen die film gewoon in première zien gaan. Ja. En daarna, na de film, dan kan je gewoon genieten van 20 optredens. Als je binnenkomt. Is er een expositie ook over de afgelopen 10 jaar in fotovorm. Zullen daar hele mooie foto's hangen van Heijs fotografen. Want ja, we hebben best wel veel talentvolle fotografen in ons midden, vinden we. Nou, en die laten hun werk daar ook zien. Er gaat een breakdance battle zijn. Er gaan DJ battles zijn. En een heleboel rap optredens natuurlijk. Verspreid over 2 zalen. De ene zaal. Dat zijn echt artiesten. En dan hebben we voor de rest niet gekeken naar hoe groot die artiest is. We hebben puur gezegd van oké, die grote zaal is voor de mensen die de afgelopen 10 jaar aan de hand waren. Weet je wel? En zeg maar die kleine zaal, de basement, die is voor artiesten die de afgelopen jaren opkomend zijn. Weet je wel? Nee. Dus dat is eigenlijk daarin de scheiding die we daarin hebben gemaakt. Nou, er hoort natuurlijk ook een afterparty bij. En ja, eigenlijk in de Heijs-traditie, want we hebben de afgelopen jaren natuurlijk een aantal buitenlandse acts naar Nederland gehaald. Vaak op eigen houtje en met eigen financiële middelen. Gewoon geld bij elkaar leggen en gewoon zeiden van, hey, het zou toch wel dope zijn als we Immortal Technique naar Nederland kunnen halen. Weet je, of het zou dope zijn als we Cunning Linguist naar Nederland kunnen halen. Om in die traditie te blijven vinden we ook dat we met het 10-jarig bestaan ook een buitenlandse act moeten toevoegen aan de line-up. En die gaat geheim zijn. En ik denk dat op zich ook wel weer bijzonder is, want ja, de meeste mensen zouden het gelijk als promo gebruiken. Ja. Gaan we misschien ook nog wat doen hoor, zeg ik er wel eerlijk gezegd bij, maar vooralsnog hebben we zoiets van, ja, het is echt de bedoeling dat we het geheim gaan houden. En dat de mensen echt op de dag zelf pas weten wie die act gaat zijn. Maar ik kan wel nu al zeggen dat het gewoon, het gaat sowieso een bijzondere show zijn, want ja, wij zijn niet echt van de 13 in een dozijn buitenlandse acts. Weet je, acts die je hier al 3 keer per jaar kan zien, ja, die gaan we die avond niet boeken. Dat is het enige wat ik als eerste hint kan geven. Ja, we wilden heel graag ook het breakdance erbij betrekken. Je hebt natuurlijk wel ook op een hoop andere festivals waarbij dat gelukkig ook gebeurt. En wij wilden daarbij ook niet achterblijven. En we wilden toch vooral uitgaan van de 4 hip-hop elementen. Ja, leek het ons heel erg dope om een B-Boy Decennium Battle neer te zetten. Wat we daarmee bedoelen is eigenlijk dat het ons heel dik leek om 2 crews te formeren. Eigenlijk puur voor die dag. Bestaande uit diverse rivalen die het dan tegen elkaar gaan opnemen in 1 grote battle. En om daarbij ook die hele ontwikkeling wederom weer te geven. Want dat is gewoon zo belangrijk van Smoothwerk. Om gewoon de ontwikkeling van hip-hop in Nederland breed, weet je, binnen alle elementen te laten zien. Een hoop mensen die misschien 2-3 jaar hiphop luisteren, die hebben die hele periode gemist. In die tijd dat 8 Mile met Eminem uitkwam. Mm-hmm. Toen had je in Nederland gewoon echt enorm veel battles. Het was een echt gigantische hype en het was echt een hele gruwelijke periode. Ja. Je had de Spit als battle.
Je had de Lord of the Mic en je had Freestyle voor de Grap. En je had een heleboel dingen waren er aan de hand. Nou, er zijn een heleboel MC's uit voortgekomen ook. En het leek ons gewoon een mooie gelegenheid om met Smoelwerken daar een terugblik te doen. Ik had natuurlijk een verlanglijstje van MC's voor het battle gebeuren die we heel graag on stage wilden hebben. Maar er waren gewoon een heleboel rappers die die hadden daar gewoon geen trek in. Omdat ze gewoon iets heel anders bezig zijn op dit moment in hun carrière. Maar we zijn nu uiteindelijk toch tot een selectie gekomen. Wat volgens mij gewoon een heel goed beeld geeft van wat er aan de hand is geweest. We hebben DRT, we hebben Ahab, Surya, we hebben ook nog Rekka. We hebben ook Reemster, daar ben ik ook heel erg blij mee. En we hebben natuurlijk ook nog McManaman. Ja, Mackie noemt hij zichzelf nu uit Den Haag. En dat zijn eigenlijk de mensen die eigenlijk in twee rondes, je krijgt twee keer gaan ze tegen een andere MC. En dat gaan die mensen die avond zien, weet je, in de Freestyle Frenzy. Dat gaan we nog niet van tevoren zeggen wie tegen wie gaat. Dat wordt die avond gewoon naar buiten gebracht, zodat MC's zich ook echt niet kunnen voorbereiden. Dan wordt het ook echt die freestyle stees. En er gaat geen jury zijn die gaat beslissen van die heeft gewonnen of whatever. Het is ook niet zozeer een wedstrijd, het is gewoon je moet het eigenlijk meer zien als een demo. Het publiek beslist gewoon. Er wordt niet eens een winnaar uitgeroepen. Ik bedoel, je hoort vanzelf wel wie er heeft gewonnen. Weet je wel, dat spreekt gewoon voor zich. Naast het battlegeweld natuurlijk, wat ik al eerder zei, meer dan 20 live acts op het podium. Ik moet echt die flyer er even bij, want dat zijn er gewoon heel erg veel. Ja, noem ze maar. Space Case en Te Relaxed, Unique, G&B, Duvel Duvel, Reemster, Fresco, Manu, Zwart Licht, Zo Moeilijk, M.O. Bracco, Bakko Brigade, Kleine J en Quartes, DAC, Fotosynthese, Keynote Speakers, Tim, La Melodia. En dat is het rapgedeelte. De acts die op het grote podium gaan rocken. En dat zijn dan echt de grote namen. Dat zijn dan echt de grote namen waar ik het over heb. Die gaan ook echt een speciale show doen. Voor de afterparty hebben we ook al een buitenlandse DJ geregeld. En die blijft ook nog even lekker geheim. En we gaan nog kijken of daar nog een paar andere DJ's bij komen. Maar één buitenlandse hip-hop DJ is sowieso bevestigd. En ja, ook best wel de moeite waard. Nou ja, goed, het DJ-onderdeel natuurlijk ook onlosmakelijk verbonden met hip-hop. Dus dat wilden we ook graag laten terugkomen. Jammer genoeg zijn het aantal battles afgelopen jaren afgenomen. De nieuwe generatie DJ's is ook minder dan voorheen. Maar toch alles iets van we willen daar gewoon iets mee doen. Want dat vind ik ook echt wel belangrijk aan het festival. Dat we dingen programmeren die misschien de nieuwe generatie hip-hop fan niet heeft meegekregen. Maar dat willen we hun wel brengen om te laten zien van dit is aan de hand geweest. Daarnaast hebben we ook nog een aantal DJ showcases, turntable showcases. Dan moet ik wel weer even spieken. We hebben DJ Rachi, we hebben DJ Irie, we hebben DJ Savage. En we hebben de Digheads met Optimus Vindictive en DJ Maze. En die gaan allemaal een eigen setje doen. En die zijn ook gewoon keihard bezig om daar iets heel moois van te maken. En zo willen we toch eigenlijk laten zien van we hebben echt wel dope turntablisten in Nederland. En hopelijk dat het ook weer de nieuwe generatie DJ's stimuleert om keihard te oefenen. En Nederland weer meer op de kaarten te zetten daar. We hebben eigenlijk voor 3 presentatoren gekozen voor het Smoelwerk Festival. 2 presentatoren lagen erg voor de hand. Blake en Mattis. Dat zijn eigenlijk toch onze vaste hosten. Ook afgelopen jaren als we dingen organiseerden, dan stonden hun heel vaak op het podium ook. Mm-hmm. Maar we hadden ook zoiets van het zou ook heel dope zijn om ook gewoon een belangrijk kopstuk uit de hip-hop historie ook als host in te zetten. En we hebben daarvoor verschillende mensen benaderd. En we zijn op een gegeven moment uitgekomen bij Klopdokter. Ja, die is helaas echt helemaal gestopt met rap. We wilden hem ook heel graag als battle MC inzetten. Binnen het geheel om nog een keer zo'n rematch te doen met Reemster. Maar hij is gewoon echt helemaal gestopt. Dus hij zegt ook weet je, als ik kom dan gaat het niet worden, weet je wel. Ik ben gewoon gekapt met rap. Hij voegde daar wel aan toe van als je mij op een andere manier wil inzetten binnen je festival, laat me weten. En toen hadden we gelijk zoiets van het zou wel dope zijn als Kloppie gewoon als host binnen het festival aanwezig is. Natuurlijk in zijn eigen thuishaven Rotterdam en ook met zijn Rotterdamse humor leek ons dat wel heel dope. Dus hij stond er heel erg voor open. We hebben 3 presentatoren, we hebben Blake, Mattis en Klopdokter.